En we beginnen met René. Dus René, als je je scherm en je presentatie wilt delen. Ja. René Perens, onderzoeker van het lectoraat, die vliegt het thema persoonlijk. Oké. Ja. Welkom ook allemaal namens mij. Ik ben inderdaad ook kenniskringlid van het lectoraat van Patrick. En hier zie je een foto van een online meeting die wij hebben gehad de afgelopen tijd. Ook over achterstanden, want het is natuurlijk een onderwerp waar ook in een lectoraat voor het onderwijs we met z'n allen over dat onderwerp praten. En wat mij eigenlijk opvalt bij die discussie over achterstanden is dat er heel veel experts over achterstanden praten, maar allerlei activiteiten en ideeën hebben en die hebben mij wel wat verward. Dus ik wil eigenlijk jullie meenemen in mijn persoonlijke zoektocht naar wat achterstanden eigenlijk inhoudt. En het is bijzonder dat we zien dat sommige experts ook het hebben over een nationale ramp die zich aan het voltrekken is. Tijd die we nooit meer in kunnen halen, heel problematisch. We hebben het over diploma's die inferieur van kwaliteit zijn. We hebben het zelfs, soms horen we mensen praten over een verloren generatie. En onze minister doet ook nog een duit in het zakje door te waarschuwen dat we met heel veel zittenblijvers te maken zullen krijgen. Aan de andere kant zijn er ook experts die zeggen, joh, er zijn helemaal geen achterstanden. We moeten praten over een nieuwe beginsituatie. En onze oud-hoogleraar Luc Stevens, die het in dit verband ook heel toepasselijk zegt over dat, ja, hoe kan een kind eigenlijk een onvoldoende krijgen voor zijn ontwikkeling? Dus er is nogal wat discussie over wat is nou eigenlijk een achterstand en hoe zit dat eigenlijk met kansenongelijkheid? En dat is mijn aanzet voor dit verhaal over een soort persoonlijke zoektocht naar achterstanden. En het is natuurlijk actueel vanwege deze docuserie die we misschien allemaal wel gezien hebben. En zeker ook vanwege het thuisonderwijs in de lockdownfase. Dit is een foto van mijn buurtkinderen die lekker aan het spelen zijn tijdens de eerste lockdown. Hoezo achterstanden, zou je haast bijna zeggen. Maar ja, als je driehoog achter woont en je moet stil zijn omdat je vader net uit de nachtdienst komt en aan het slapen is thuis, dan praat je wel anders. Maar we hebben allemaal, wie je ook spreekt, last van ouders die thuis ineens les moeten geven. En dat neemt niet weg dat we daar echt ook kinderen soms dingen over horen zeggen als mama, je bent ontslagen, doei. Nou, achterstanden kun je vanuit verschillende invalshoeken invliegen. En dat is wat mijn persoonlijke zoektocht eigenlijk in heeft gehouden. Mijn idee is dat achterstanden, het woord achterstanden, sec, niks betekent. Het is altijd achterstand ten opzichte van iets. En dat iets kan natuurlijk verschillend zijn. Je kan een achterstand hebben ten aanzien van je persoonlijke potentie, heb ik ontdekt. En dat kan natuurlijk altijd te maken. En dat heeft natuurlijk altijd te maken met de verwachtingen die daarover bestaan. Over wat je waar kan maken in het leven. En dat zijn verwachtingen bij jezelf. Je kunt nadenken over jezelf. Andere mensen kunnen verwachtingen over jou hebben. En de samenleving kan verwachtingen over jou hebben. En het probleem is eigenlijk dat die verwachtingen. Of het wordt problematisch als die verwachtingen te hoog zijn of juist te laag. En wat dat betreft ook iets persoonlijks. Dit is kleine René in de tijd dat ik woonde en geboren werd op het Rooie Dorp in Deventer. Mijn buurtkinderen gingen allemaal naar de Engschool en naar de Juliana school. Maar ik ging naar de opleidingsschool, de Van Marle school. Omdat dat een kans bood om door te groeien naar de HBS. Nou, wat mij betreft moet ik eerlijk zeggen dat mijn ouders me vooral naar die HBS wilden laten gaan, omdat mijn moeder een ernstig lage verwachtingen had, zelf ervaren. Zij wilde graag juf worden, wilde naar de kweekschool, maar moest naar de naar de huishoudschool, omdat haar ouders lage verwachtingen hadden over haar onderwijscarrière, zou je kunnen zeggen. Achterstanden gaan dus over potentie, maar achterstanden kunnen ook gaan over een schoolse norm. Er is een norm van wanneer je wat moet kunnen en kennen en misschien ook wel zijn in het basisonderwijs. Maar we moeten beseffen dat de
dat eigenlijk afspraken zijn. Zowel de kerndoelen, de doelen waaraan we werken, en de verdeling vooral ook van de leerstof over de leerjaren, dat zijn afspraken. En je kunt je afvragen of het is dat wij het kind naar het systeem moeten werken, of het systeem misschien er ook voor de kinderen is. Het verhaal is evident dat bijvoorbeeld in ons land kinderen op 6-7-jarige leeftijd leren lezen. Maar er zijn ook landen in de wereld waar bijvoorbeeld kinderen op 4-jarige leeftijd leren lezen. Dus het is een kwestie van een afspraak hoe je leerstof over de leerjaren verdeelt. Een achterstand kan er ook zijn ten opzichte van anderen. En wij hebben natuurlijk in een klassikaal onderwijssituatie erg te doen met onderwijs dat afgestemd is op een fictieve gemiddelde leerling. En als je niet individualiseert en differentieert, en als we de groep als groep door de leerstof leiden, zijn er altijd achterstanden. Dat is de wet van de normaalverdeling. En als je de CITO erbij pakt, dan zijn er automatisch 50% kinderen die onder het gemiddelde vallen. De C'tjes, de D'tjes en de E'tjes. Dus we moeten vooral beseffen dat achterstanden ook vooral is omdat we met elkaar kinderen vergelijken met die gemiddelde leerling. En prestaties dus altijd relatief zijn, niet absoluut. Hoe goed je ook vooruitgang boekt zelf, het kan maar zo zijn dat je toch nog een achterstand hebt ten opzichte van dat gemiddelde wat we van kinderen verwachten. Afgesproken op een bepaald moment. Achterstanden zul je ontdekken als je naar de experts hoort. Die verschillen ook over het feit dat we het met elkaar hebben over verschillende ontwikkelingsgebieden. Gaat het over breed persoonsvormend onderwijs of hebben we het vooral over taal, lezen, rekenen? En de discussie over achterstanden, als je dat bekijkt, gaat vooral niet over spelontwikkeling. Want dat betreft zouden de kinderen in mijn buurt het best heel goed hebben gedaan. Het gaat over taal, lezen, rekenen. En even, als ik een prikkelend mag zijn, het gaat dus over al die enorme dat enorme leerstofaanbod uit methodes als taalactief, waarbij er een eindeloze hoeveelheid lesjes en invulbladen zijn. En de vraag is of dat allemaal wel nodig is. Inclusief de automatiseringsoefeningen uit Gimsy en Snapit. En we moeten beseffen dat als we het over talen, lezen en rekenen hebben, dat we het vaak hebben over de onderdelen die te meten zijn. En dat is wel een verschil. Taalontwikkeling, leesontwikkeling, rekenontwikkeling in zijn algemeenheid, of de onderdelen die we in een CITO-toets kunnen uitdrukken. En je moet beseffen dat voor taal, ik ben ook docent Nederlands geweest op de PABO, en vandaar dat ik dat wel heel goed weet, 20% van de kerndoelen taal kun je maar uitdrukken in een CITO-score. Dus de taal die de kinderen bij mij in de buurt op straat hebben geleerd met elkaar, de taal die je nodig hebt om je sociaal weerbaar op te stellen, om je aan elkaar te scherpen tijdens een spelsituatie, ja, daar heb je geen CITO-toets voor. Oké, tot slot nog een drietal opmerkingen. Achterstanden gaan dus altijd over achterstanden ten opzichte van iets anders. Dat moeten we ons beseffen. En we moeten ook beseffen dat we als leraren, hoeveel we daar ook in investeren, en Rogier zal daar straks op doorgaan, wat we er allemaal aan doen, maar onderwijs is niet de grote gelijkmaker. We kunnen op school maatschappelijke problemen van armoede, oorlog, discriminatie, woningnood niet oplossen, inclusief het opgroeien in een taalarme omgeving. Het tweede is, is leven een wedstrijd? En in dat verband is het misschien wel interessant om te zeggen dat onderzoek ook interessant onderzoek aantoont dat geluk voor 10% bepaald wordt door omstandigheden. Dus bijvoorbeeld leven in een flatje 3 hoog achter, 50% genetisch bepaald is en 40% bepaald wordt door in vrijheid gekozen intentionele activiteiten. En die, daar kunnen we wel wat aan doen. Kinderen leren, kinderen begeleiden om zelf dingen te kiezen waar ze blij van worden en gelukkig worden. En mijn voorstel is om daar die 8,5 miljard eens aan te besteden. Dankjewel. René, dankjewel. We gaan gelijk door naar de tweede spreker. En dat is Rogier Stappers.
directeur basisschool De Flint. En Rogier biedt eigenlijk het perspectief van een directeur met een school met veel leerlingen met een achterstand. En hij gaat ons meenemen in zijn verhaal. Dus Rogier, the floor is yours. Ik wil jullie heel graag meenemen in wat er gebeurde er nou op De Flint tijdens de twee schoolsluitingen. En wat was het effect eigenlijk daarvan op het leren van kinderen en op de achterstanden. En tevens wil ik even stilstaan bij de vraag, waar komt de roep eigenlijk vandaan? Waarom roepen sommige mensen dat achterstanden niet bestaan? Aan de rand van Keizerslanden staat een prachtige school, basisschool De Flint. En van de 330 leerlingen komt het overgrote gedeelte uit de wijk Keizerslanden. En die wijk wordt gekenmerkt door veel sociale woningbouw. Relatief gezien veel huishoudens die onder de landelijke inkomensstandaard leven. En het gemiddelde opleidingsniveau van veel gezinnen is aan de lage kant. Het CBS breekt aan de hand van die kenmerk altijd een schoolweging. Om even mee te nemen hoe zwaar de school weegt. De Flint weegt 36,2. En dat betekent dat de leerlingen van de Flint een verhoogde kans op achterstanden hebben. Hoe hoger het getal kan tussen de 20 en de 40 liggen. Dus hoe hoger het getal, des te hoger de kans of het risico op onderwijsachterstanden. We zien dat bij ons op school ook leerlingen bij de kleuters al starten met een achterstand op het gebied van taal en rekenen. Maar ook ten aanzien van werkhouding en sociaal-emotioneel gebied zien we dat de leerlingen achterlopen in vergelijking met leerlingen van hoogopgeleide ouders. En wij stemmen ons onderwijs daar natuurlijk zo goed mogelijk op af. We halen alles uit de kast om die kinderen zo goed mogelijk vooruit te helpen. We zetten structureel in op effectieve lessen en focussen ons op de kernvakken. We hebben een goedlopend VVE-beleid. IMC Basis hebben we opgezet en daar komen gastdocenten, bevlogen gastdocenten in de klas iets vertellen over hun baan. En hun beroep om zo de toekomstperspectieven van vooral de bovenbouwkinderen te vergroten. Diverse naschoolse activiteiten, leesclubjes, sportclubjes. En we hebben een uitgebreid zorgteam. Zo hebben we iemand in huis van de jeugdhulpverlening, een jeugdarts, een kindercoach, een team toegang jeugd. In ieder geval een enorm pakket om zo goed mogelijk het onderwijs af te stemmen op de populatie. Toen Mark Rutte op 15 maart aankondigde dat we zouden gaan sluiten, toen maakten we ook ons zorgen over ons onderwijs, over de kinderen. En ook vroegen we ons af welk effect gaat dit nou hebben op de cognitieve ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen. Gaandeweg die schoolsluiting kwam daar dus nog de vraag bij, waar komt die roep toch vandaan dat achterstanden niet bestaan? Ik ga jullie meenemen in wat de schoolsluiting voor de Flint heeft betekend. Eigenlijk vanaf dag 1 heerste er direct een gevoel van urgentie en een drive om dat zo goed mogelijk op te zetten, dat afstandonderwijs. Hadden we twee wensen. We wilden namelijk die ontwikkeling van die kinderen zo goed mogelijk blijven volgen, maar ook zo goed mogelijk lessen blijven geven. En we wilden de leerlingen goed in beeld houden en niet dat ze zouden verdwijnen. En je hoort net René al zeggen, een flatje 3 hoog. Heel veel leerlingen wonen op een flatje bij ons. We willen ze wel in beeld blijven houden. Dus daar lagen onze zorgen en onze vragen. We zijn direct hoog gaan inzetten. We wilden een lesprogramma van 2,5 uur. Daar zijn we mee gestart. Dat is eigenlijk wat uitgebreid gaandeweg de schoolsluitingen. In eerste instantie herhalingslessen. Later waren dat nieuwe lessen. We bezorgden werkpakketjes aan huis gaven ook deels digitaal les. Maar wij realiseerden ons al snel dat heel veel kinderen bij ons op school thuis geen device hebben. Dus we hebben ons hele arsenaal Chromebooks direct verspreid. En dan bleek er nog af en toe wat problemen te zijn met wifi thuis of wachtwoorden die niet kloppen. Hier zie je een aantal kinderen of een aantal collega's die bezig zijn met de eerste digitale lessen, instructievideo's maken in Google Classroom. En even kijken, ik heb hier nog een dia over dat het niet allemaal direct vlekkeloos verliep. Ook alle digitale softwareaanbieders die merkten in één keer dat er half Nederland aan het inloggen was. We stelden ook belrondes aan. Dat was een tweewekelijkse ronde om leerlingen en ouders voortdurend te bellen. En ook leerlingen die we niet meer in beeld hadden of die niet in de digitale les kwamen of waar we geen contacten mee krijgen, dan gingen we gelijk bellen. En namen direct contact op met ouders.
We hadden ook een groep kwetsbare leerlingen, zoals we dat noemen. En dat waren de leerlingen dus waar we ons veel zorgen over maakten. In het begin waren dat er 4. En die 4 kinderen namen die nodigden uit op school. Om op school de lessen te draaien. Maar dat aantal nam snel toe. En aan het einde van de tweede lockdown hadden we zo'n 60 leerlingen in de noodopvang zitten. En dat vroeg ook weer een heleboel organisatie. Toen duidelijk werd dat de lockdown langer ging duren, gingen we over op nog meer tijd in Google Classroom en Google Meet. Zeer ICT-vaardige collega's die maakten allerlei instructiefilmpjes voor de rest van het team, zodat iedereen snel kon aanhaken. En voor een heleboel collega's was dat Google Meet en Google Classroom ook echt wel een tripje buiten de comfortzone. Maar uiteindelijk kregen we er eigenlijk wel lol in. We vonden het een fijne werkmodus en onze aanpak werkte, want onze 2 wensen die kwamen uit. Want we hadden en alle leerlingen in beeld en we konden zo goed als het mogelijk was effectieve lessen geven met onderwijs op afstand en het digitale onderwijs. Uit diverse onderzoeken, ik ga even iets sneller door mijn presentatie. Vanuit diverse kanten druppelden er onderzoeken binnen over achterstanden. En eigenlijk kwam uit elk onderzoek wel dat er gemiddeld zo'n 2 à 3 maanden achterstand is opgelopen. En daarom kwam de regering ook met een regeling. Dat heette de regeling om de subsidieregeling om de inhaalprogramma's in te stellen. Dus om achterstanden bij te spijkeren. En ook daar hebben we op de Flint gebruik van gemaakt. Want we wilden de leerlingen die de meeste last hadden gehad van de achterstanden extra bijspijkeren door een verlengde schooldag te organiseren. Waarbij we een effectief programma hadden, vooral gericht op de basisvaardigheden van rekenen en lezen en spelling. Kortom, we hebben er eigenlijk wel alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat die achterstanden of het leerverlies zo beperkt mogelijk bleef. Wat was nou het effect van het afstandsonderwijs voor de Flint? Nou, we hebben nog niet alle toetsen kunnen doen, alle resultaten en het hele complete beeld. We gaan daar volgende week met elkaar aan de slag. Maar wat we al wel hebben opgehaald is dat we vooral voor lezen redelijk op niveau zijn gebleven. Vanaf groep 6 wordt het iets minder, 6, 7, 8 wordt het iets minder vooruitgang laten zien. Dus die gezamenlijke 30 minuten lezen die we met kinderen ook in kleine groepjes hebben georganiseerd digitaal, die lijken toch wel effect te hebben gehad. Maar voor rekenen en begrijpend lezen ja, lijkt er toch echt wel wat aan de hand. Er zijn flinke achterstanden ontstaan. En daarbij hebben we ook beter zicht gekregen op de thuissituatie, doordat we veel meer achter het scherm konden kijken en hadden we sneller zicht op individuele zorggevallen. Dus ook een toename van het aantal veilig thuismeldingen, dat is dan wat minder positief, maar dat we daar konden schakelen was wel weer, en dat we het in zicht hadden was wel fijn. Diverse studies gaven aan, wij merken het nu ook bij ons op school, dat er achterstanden zijn ontstaan. En dan kunnen wij de roep vanuit diverse kanten van verschillende mensen niet helemaal plaatsen. En vinden we ook wel onbegrijpelijk dat er sommige mensen zeggen dat achterstanden niet bestaan. Degene die daarin voorop loopt is een pedagoog Marcel van Herpen. Die is te horen geweest op Radio 1 en organiseert ook een webinar, De Onzin van Achterstanden. Daar scoort hij flink, want hij krijgt er heel veel likes op. En zoals je ziet zijn er ook al heel veel webinars al vol. Maar zo'n opmerking, als ik het kijk naar wat er bij ons op de Flint gebeurt, ja, is vind ik onbegrijpelijk. Niet alleen veegt Marcel dan ook het onderzoek aan de kant, maar volgens zijn redenatie is alle harde werk dat op een school is verzet om het leerverlies te beperken eigenlijk een zonde van de tijd geweest. En daar komt ook nog bij dat er vaak een geluid komt dat leerlingen genoeg dingen hebben geleerd, zoals veerkracht, flexibiliteit en doorzetten. En dat is blijkbaar dan belangrijker dan dat ze een verhoogd risico hebben om laaggeletterd of laaggecijferd te raken. Volgens mij leidt dit allemaal af van wat er echt moet gebeuren. Want het moeten geen 2 kampen worden. Maar volgens mij hebben we 2 dingen nodig. We moeten heel helder hebben welk effect heeft de schoolsluiting op de cognitieve ontwikkeling en het welbevinden van leerling. En we moeten kennis hebben van bewezen effectieve aanpakken om de nadelige gevolgen bij leerlingen weg te werken. En volgens mij is het onderwijs dan ook gebaat bij de eisen die gesteld worden aan het Nationaal Programma Onderwijs.
alle gelden moeten evidence-based worden ingezet. En adviezen van een outbreak management team voor onderwijs, zoals al in de kranten stond en overal op nieuws gezien was, is daar volgens mij heel erg welkom. Het voorkomt in ieder geval dat onderwijscowboys aan de haal gaan met die 8,5 miljard euro. Dit was mijn bijdrage. Dankjewel voor het luisteren. Ja, geweldig. Dankjewel, Rogier. Onderwijscowboys, wees daar, pas daarvoor op. Dankjewel, Rogier. We gaan meteen door. Mensen, als je opmerkingen of wat dan ook hebt, zet ze even in de chat. Dan kan ik misschien nog aan het einde daarop terughameren. We hebben net René gehad en Rogier. We gaan nu door naar Gert-Jan. En Gert-Jan Egberink is onderwijsontwikkelaar en innovator bij Stichting Consent. Hij zoomt uit en pakt het niveau van de stichting. Hij gaat in op ontwikkelingen binnen de stichting van het afgelopen en de gesprekken over wel of geen achterstand. Gert-Jan, the floor is yours. Yes, dank je wel. Nou, ik ga het ook nog van het perspectief vader uitproberen. Dus ik zet verschillende petten op. Geen presentatie, dus als je niet 8 minuten naar mij wil kijken, moet je iets bedenken. Daar ga ik. Nou, ik ben, zoals ik zei, vader van 2 kinderen. Ik werk voor Stichting Consent. We hebben een mooi bestuur, 32 basisscholen in Enschede en Noordoost-Twente. En ik mag me bezighouden met innovatie, strategie en daarbij ondersteun ik onze bestuurders. En ik mag onze schooldirecties ondersteunen bij al hun ontwikkelingen. En dat hebben we nogal gehad het afgelopen jaar. We staan voor een ongekende financiële impuls voor het onderwijs. 8,5 miljard. Nooit eerder werd er zoveel eenmalig geld in het onderwijs gestopt. Het is dan ook logisch wat mij betreft dat dat heel veel vragen oproept. Dat er columns worden geschreven met allerlei meningen. En dat talkshows van Op1 tot Shownieuws hun deskundigen van stal halen om daar wat van te vinden. Maar na elke column of elk fragment met een deskundige vraag ik mij af, hoe weten jullie dat zo zeker? Een voorbeeld van afgelopen vrijdag op LinkedIn. Laat jonge kinderen spelen. Schools leren schaadt hun ontwikkeling. Ik zat daar wat op te kauwen. Toen dacht ik, nou, voor de eerste helft van die mening krijgt iedereen nog wel de handen op elkaar. Want het klinkt logisch. En ook ik zie mijn kinderen graag spelen. En ze leren ondertussen ook best veel. Maar bij de tweede helft van die statement, werd het voor mij wat ongemakkelijk. Want ik zie mijn dochter ook met veel plezier uit school komen, nadat ze heeft gespeeld en als ze een nieuwe letter heeft geleerd. Aan een bureautje of in een kring. Hoezo het een of het ander? En hoezo wordt dit met zoveel overtuiging geformuleerd, alsof er geen twijfel over kan bestaan? Ik snap het wel. Twijfel trekt geen kijkers, genereert geen kliks, verkoopt geen kranten. Twijfel wint geen prijzen, veroorzaakt geen ophef, zwengelt geen discussie aan. Twijfel levert ook geen stemmen op, geen bewondering en ook geen promotie. En twijfel is zeker niet daadkrachtig, niet betrouwbaar, niet recht door zee. Maar een mening zonder twijfel betekent volgens mij nog niet dat het waar is. En eigenlijk is dat ook een vreemde ontwikkeling. Kijk, we zijn altijd al een land met 17 miljoen bondscoaches als het Nederlands elftal speelt. Maar beleid in Nederland wordt vooral gemaakt op basis van cijfers, grafieken en tabellen. En ik neem u even mee terug naar 1998. Ik was zelf 14, dus ik kan nou niet zeggen dat ik deze kop zelf gezien heb of gelezen heb. Maar in 1998 kopte de Groene Amsterdammer Nederland is af. De journalist met deze mening baseert zich op zojuist gepubliceerde cijfers en grafieken van het CBS, net ook al genoemd. Het gaat niet zomaar goed met ons land, het gaat heel goed. Zo goed zelfs dat Wim Kok zonder veel moeite door mag met zijn paarse coalitie. Cijfers en grafieken bestonden er natuurlijk al veel eerder, maar de maakbaarheid van Nederland was nu toch echt een feit. De vrije markt is de oplossing voor alles en de economie groeit. En dat doet de economie. En de gemiddelde Nederlander met een gemiddeld inkomen en een gemiddeld huis is bijkoper. Ook het onderwijs ontkomt er niet aan. Om zicht te houden op de ontwikkeling van onze leerlingen toetsen we. Het liefst gestandaardiseerde toetsen, zodat we de uitkomsten met elkaar kunnen vergelijken. Maar we gingen nog verder. We gingen de eindtoetsen met elkaar vergelijken. Scholen afrekenen op het schoolgemiddelde. En vorige maand nog gaf de inspectie ruiterlijk toe naar een oproep van een beweging van bestuurders, Leven het Onderwijs, over die eindtoets. Ja, we hebben geen ander instrument om scholen mee te vergelijken. Een alternatief is daarom niet toegestaan. Oh ja, en het staat ook nog in de wet. Dus dan is het goed.
In 2014 was Rob Wijnberg als hoofdredacteur van De Correspondent een week lang gefascineerd door een grafiek. In een notendop is die grafiek een visuele weergave van een sociocratische wijsheid. Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niks weet. Hij schrijft daarover. Je hoeft niet lang te zoeken om dit fenomeen in levende lijven tegen te komen. Hoe vaak zijn er niet de deskundigsten onder ons die zich het minst roeren tijdens de vergadering? Die zich het minst mengen in discussies op nieuwsites? Die het onzekerst zijn over hun eigen voorstellen of ideeën? En andersom. Hoe vaak zijn er niet de onkundigen die met de mond vooraan en de vinger in de lucht staan? Het gevolg van deze negatieve reputatie van twijfel is dat stelligheid en zelfoverschatting in onze cultuur de dienst uitmaken. In het nieuws, in de politiek, in het onderwijs, zij die ondeskundig genoeg zijn om niet aan zelfrelativering ten prooi te vallen, trekken de meeste aandacht, dominair in het publieke debat. Dus aan de ene kant hebben we de onkundigen die aan een stellige overschatting leiden, en aan de andere kant hebben we modellen die zich baseren op een gemiddelde waarin niemand zich herkent. Ik ga ook even een stapje terug naar maart 2020. Corona sloeg toe in ons land, ouders en kinderen kwamen thuis te zitten. En voordat we ook nog maar een minuut thuisonderwijs gegeven hadden, was de verloren generatie geboren. Tegelijkertijd riep dat een tegenreactie op. Achterstanden bestaan niet, kijk eens wat ze allemaal leren. Het werd net al genoemd. Nou, daar zat ik dan thuis met mijn vrouw. Thuis met onze zoon van 2 en dochter van 5. Twee kinderen die zojuist lid waren geworden van de club Verloren Generatie. Of leren ze nu juist wel heel veel? Want laten we eerlijk zijn. Ikzelf en mijn kinderen hebben het best wel getroffen. Wij konden ondanks de stressvolle situatie ons werk combineren met thuisonderwijs. Ik ben nog nooit zoveel in het bos geweest met mijn kinderen. En ook mijn dochter heeft allerlei trucjes op de ringen geleerd die ze daarvoor nooit had zo snel had kunnen leren. Ook hebben mijn kinderen een snelcursus uitgestelde aandacht gehad. Maar wat is het nu dan? Hebben ze nu veel geleerd? De beste cijfers zijn verontrustend. Simon, een van de initiatiefnemers van deze lunchbijeenkomst, heeft er regelmatig over geschreven. Gepubliceerd op LinkedIn. Kinderen hebben achterstanden opgelopen, dat weten we. We hebben het net ook gezien in de grafieken van mijn voorganger. Zeker de kinderen die in sociaal-economisch moeilijke omstandigheden opgroeien. Maar wat denk je van kinderen die in economisch goede omstandigheden opgroeien? Waar ouders elkaar de tent uitvechten? Of niet kunnen omgaan met het feit dat er geen opvang is? Voldoende laptops en goede wifi is niet per se het recept om achterstanden te voorkomen. Dit zagen we al op onze consensscholen terug, tijdens de noodopvang. Bij de tweede lockdown waren er ineens wel heel veel cruciale beroepen. U begrijpt denk ik wel waar ik met mijn vrouw naartoe ga. Natuurlijk hebben kinderen achterstanden opgelopen. Natuurlijk hebben kinderen ook andere dingen geleerd tijdens het thuisonderwijs. Er zijn kinderen die het goed hebben gehad, slecht hebben gehad, soms wel goed, soms niet goed hebben gehad. Er is geen grafiek of model die rekening kan houden met al die variabelen. Het gemiddelde zegt daarom, zoals zo vaak, weinig. Of positief geformuleerd volgens George Box: all models are wrong, but some are useful. Ja, dat kwam al voorbij. Onze minister, die moet het ook niet makkelijk hebben gehad. Ik stel me zo voor dat hij met de kennis van de praktijk, zoals hij zegt dat hij heeft, opgesloten zat in een kantoor met modelbouwers en grafiekbouwers. En dan met z'n allen de conclusie hebben en uit dat kantoor komen met de conclusie: het kan zijn dat we veel kinderen moeten laten zitten. En als dat nodig is, dan doen we dat. Nou, als we één ding zeker weten, is dat dat niet werkt. Ik moet hem nageven dat zijn laatste beslissing wat mij betreft hout snijdt. Voordat het geld uitgekeerd wordt, starten de scholen met een goede analyse. Veel gegevens die ze al lang hebben gelukkig, dus ze moeten het nu alleen nog even goed op papier zetten. Maar wat het allerbelangrijkste is, dat we nu kunnen de vraag worden gesteld: wat zien leerkrachten bij hun leerlingen? Hoe scoren ze op de toetsen? Wat vertellen hun ouders aan het hek? Vervolgens mogen zij uit een menu van effectief bewezen interventies kiezen wat het beste past bij hun leerlingen. En als deze nou niet in beton gegoten zijn, kan dit het beste van twee werelden samenbrengen. Onderzoek, modellen, ervaring van leerkrachten en zicht op de sociale ontwikkeling. Daarom, we zitten hier met ruim 140 mensen, sluit ik af met de volgende oproep. Beste deskundige, modelbouwer, onderzoeker en allen die aan wal staan, bel je school in je buurt
en bied je deskundigheid aan. Ga luisteren naar de verhalen van de kinderen. Kijk eens rond in die school en praat met de ouders aan het hek. Voordat u uw stelligheid en model deelt. U heeft wat te delen. U bent een expert op uw stukje van de puzzel. Maar durf ook te twijfelen. Dankjewel. Nou, één woord. Wauw. Geweldig. Nou, een goed verhaal en volledig mee eens. Ik ga gelijk door naar de laatste spreker, Simon. Omdat hij gewoon alle tijd heeft om ook zijn verhaal te doen. Nou, via de chat krijg je ook allemaal complimenten. Gert-Jan. Nou, Simon die gaat ook, die pakt het volgens aan. Die gaat het maatschappelijk sociologisch perspectief, zoomt uit, belicht de discussie en integreert onderzoek naar kansen en achterstanden. Daar komt hij, Simon. Ja, heb je een PowerPoint in beeld, ja. Patrick? Yes. Alright, welkom allemaal en welkom bij de race. En zoals jullie zien is iedereen er en is iedereen er ook klaar voor. In de lucht verschijnt een scherm met instructies die direct en automatisch door iedereen worden opgevolgd. Kinderen van hoogopgeleide ouders gaan 10 stappen vooruit. Kinderen van laagopgeleide ouders 10 stappen terug. Kinderen in de gebieden links, dus Harlingen, Midden-Groningen, Enschede, 10 stappen terug. Kinderen in de gebieden rechts, dus Brielen, Eersel, Castricum, 10 stappen vooruit. Kinderen met een Arabische, Turkse en Italiaanse Spaanse naam, 10 stappen terug. Kinderen met een Frans naam en elitaire namen, 10 stappen vooruit. Kinderen in de donkerblauwe gebieden, 5 stappen vooruit. In de lichtgekleurde gebieden, 5 stappen achteruit. Kinderen met een laag IQ, 10 stappen terug. Met een hoog IQ, 10 stappen vooruit. Een lange, lange lijst wordt voorgelezen. En de afstand tussen de eerste, tussen de voorste en de achterste is al enorm. En dan wordt afgeteld. 3, 2, 1, go. Ze zijn uit de startblokken. De kinderen beginnen met rennen en vormen clubjes. Clubjes die samen gaan. Clubjes die als het ware samen scholen. En de kinderen voorin die hebben een vliegende start. Als vele lichte antilopen sprinten ze over een mooi geplaveid pad. Geen enkele hobbels en bobbels op de weg. Ze vinden het fijn om te rennen. Ze hebben er zin in. Ze beleven er plezier aan en ze zijn ervoor gebouwd. Vanaf de zijlijn worden ze aangemoedigd door ouders die dit pad ook hebben gerend. Die weten hoe het loopt en die kunnen coachen tijdens het traject. En natuurlijk is het de officiële coach. De leraar. Deze is zorgvuldig geselecteerd, want er waren enorm veel sollicitanten voor deze kopgroep. De coach werkt nauw samen met de ouders om de kinderen zo soepel mogelijk en zo vlot mogelijk te laten lopen. En wanneer de ouders toch zien dat hun kroost enkele meters achterop dreigt te raken, hebben ze altijd de mogelijkheid om extra coaches in te schakelen. Gespecialiseerd in het bijschaven van zaken, zodat het kind een sprintje kan trekken en daarmee weer on track is. Dus over Pepijn, Lieselot, Anne Fleur, Fabian en vele anderen in de kopgroep hoeft niemand zich druk te maken. Ze gaan wel. Hoe anders is het in het achterveld? Ook daar klonteren ze bijeen, scholen ze samen. Maar de start is allesbehalve vliegend. In plaats van een mooi geplaveid pad zit het vol kuilen en lopen de kinderen met regelmaat tegen muren aan. Ze hebben moeite met rennen. Ze zijn niet in vorm en moeten vaak geduwd worden, gedwongen worden om door te lopen, gestimuleerd worden om niet bij de pakken neer te gaan zitten, om niet te blijven zitten. De ouders langs de zijlijn doen hun best, maar hebben zelf maar een korte weg afgelegd. Ze vinden het lastig om een kind te coachen en hebben zelf vaker te kampen met problemen. Met problemen zoals armoede, gezondheidsproblemen, psychosociale problemen. En het vinden van een officiële, echte coach voor deze groep, een leraar, blijkt ook lastig. Als gevolg daarvan is er met regelmaat geen coach aanwezig. Dylan, Mohammed, Shelby, Emre en vele anderen staan dan tijdelijk stil. Aan het eind van de rit hebben ze ook veel meer verschillende coaches gehad. En vaak van mindere kwaliteit. De extra coaches die de kopgroep kan inschakelen zijn voor deze groep geen optie. Het geld is er simpelweg niet voor. De kinderen beginnen dus achteraan en de afstand tot de kopgroep wordt alleen maar groter gedurende de race. Toch zijn er coaches die zich juist voor deze groep inzetten. Iedere dag weer. Natuurlijk, ze weten dat ze niet de grote gelijkmaker kunnen zijn. Maar dat betekent niet dat ze niet van betekenis kunnen zijn. Ze kunnen er alles aan doen om deze groep zo goed mogelijk in vorm te krijgen. Maar dan is daar medio maart opeens de schoolsluiting als gevolg van het coronavirus. Het nauwe, directe, dagelijkse contact met de coach valt weg. Voor de kopgroep is dat niet een onoverkomelijk probleem. Voor de kinderen in de achterhoede wel. De schoolsluiting is een blok aan hun been, een ball and chain. In beweging blijven is moeilijk, omdat de omgeving vaak maar weinig bewegingsruimte en stimulans tot beweging biedt. Als gevolg daarvan is de achterhoede met 55% meer vertraagd dan de kopgroep.
Dus de ongelijkheid die er van meet af aan al was en die tijdens de race groter werd, is nog groter geworden. De kinderen in de achterhoede lopen nog verder achter. Dit besef is er ook bij hun coaches die nu op afstand coachen. En ze zijn er knetterdruk mee. Terwijl ze druk bezig zijn, laten plots klap zelfbenoemde experts van zich horen. De boodschap is dat de kinderen helemaal niet achterlopen. Want je kan niet achterlopen op je ontwikkeling. Maak je nou maar geen zorgen. Ze zijn precies waar ze op dit moment moeten zijn. Dit is hun nieuwe beginsituatie. Waarop de coach zegt, ja, maar het kind heeft een blok aan zijn been. Hij komt nu niet vooruit. Zijn beginsituatie ligt nu nog verder achter. Maar de volgende expert staat alweer klaar. Blok aan het been, blok aan het been. Nee, dit is geen blok. Wat jij moet doen, je moet omdenken. Visualiseer nu eens een keer dat het blok pootjes heeft. Kwispelt en blaft en naar voren rent. Zie je het voor je? Waarop de coach reageert, ja, ik zie het. Maar het blijft in werkelijkheid, blijft het toch gewoon een blok aan het been. Wat je ook visualiseert. Het kind komt toch niet vooruit op deze manier. Ik kan visualiseren dat het een Ferrari is, maar het kind staat stil. Waarop de expert nog reageert, ja, maar soms moet je ook even stilstaan om weer vooruit te kunnen komen. De volgende expert is er al. Ah, zie dit als een kans. Kijk, het kind zit nu in een leerkuil, heel diep in een leerkuil. En dan moet het uitzien te komen. Waarop de coach zegt, ja, maar het kind heeft een blok aan zijn been. Hoe moet hij ooit die helling nu op zien te komen? Dat lukt toch nooit? Ja, dat kan wel, zegt de expert. Zolang je maar een growth mindset heeft. Kijk, ik heb hier prachtige nieuwe sokpoppets, Fixie en Growy. En daarmee kan je, plotseling is er rumoer in het achterveld. Iemand is aan het schreeuwen. Houd rekening met zitten blijven tegen de kinderen. Houd rekening met zitten blijven. Het is Arie Slob. Doe dat nou niet, Arie. Het is al moeilijk genoeg. Bovendien heeft het geen enkele zin om die kinderen te laten blijven zitten. Daar komt Mark Rutte bij de achterhoede langs. Ah, jullie zijn bezig met de race. Wat leuk. Wel je best doen, hè jongens. Haha. Waarop het kind reageert. Ja, maar meneer, we hebben een blok aan ons been. En kijk waar we zijn gestart. En kijk nu eens een keer naar onze route. Waarop Rutte antwoordt. Nee, nee, jongeman. Nu niet met sociologische verklaringen gaan komen. Gewoon je best doen. Iedereen kan het maken in dit prachtige land. Nou, deze blije Labrador springt weer op zijn fiets. Haha, tabé. En terwijl Mark Rutte wegfietst, staat ineens alles stil. Stop de race. Iedereen is weer terug bij af. De race lijkt voorbij. Het is stil. Hetzelfde scherm als in het begin verschijnt weer in de lucht. Maar dit keer met een vraag. Als niemand zou weten waar hij of zij zou starten, wie er aan de zijlijn zou staan en hoe de weg zou lopen, hoe zou je dan willen dat dit eruit zou zien? Je zou willen dat iedereen hetzelfde startpunt heeft, maar dat is onmogelijk. De start wordt bepaald door toeval, lot of een god, wat je maar gelooft, en is simpelweg oneerlijk. Daar kunnen we niks aan veranderen. De vraag is hoe hiermee om te gaan. Zou je willen dat de kopgroep de beste coaches en middelen krijgt? Dat er winnaars zijn en verliezers zijn? Dat het een race is? Of zou je het eerlijker maken? Door te proberen de ongelijkheid te verkleinen. En de koplopers te laten realiseren dat ze enkel door stom toeval bevoorrecht zijn. En daardoor voorlopen op de rest. Kunnen we misschien een ander spel verbeelden? Met andere waarden. Met andere normen. Ik denk het en ik geloof het en ik hoop het ook. En we hebben ook de morele plicht om dat te doen. Om het eerlijker en rechtvaardiger te maken. Maar deze grote ambitie is een lange termijnvisie en moet niet afleiden van onze taak in het hier en nu op de korte termijn. En dat is zorgen dat iedereen in beweging komt en de achterhoede inloopt. Zodat iedereen uiteindelijk in een algemeen goede vorm verkeert. Want om een complex spel te hervormen en om het geheel kleurrijker te maken, moet ook de nieuwe generatie in topvorm zijn. Einde race. Wauw, nou ook fantastisch, geweldig. Ik vond het echt een geweldige sessie. Ik ben heel dankbaar dat jullie het allemaal zijn. En Rogier, René, Gert-Jan en Simon, fantastisch, geweldig, bedankt. De opname wordt naderhand gedeeld, de mensen die terug willen kijken. En deel vooral ook de link met mensen waarvan je denkt van die moeten dit ook nog terugzien. Nou, dank jullie wel en nog een prettige dag en tot de volgende keer.